ouderwets drankspelletje. Wij zagen dat Jill met de fiets was, dus wij dachten, nou, dan gieten we die er even lekker helemaal vol. Hey. Nou, dat is weer zaten daarvoor. Ik ben nog steeds een beetje aan het twijfelen tussen twee. Dus we gaan nu even doen. We kunnen of die top 40 spel, dat top 40 spel doen. Ja. Die vond ik een beetje matig. Maar ik heb ook online een ander spel gevonden. En dan moeten we vragen aan elkaar stellen. En ik heb het al een beetje voorbereid. Ik heb onze namen al ingevuld. Dus we kunnen meteen beginnen. Als dus we kunnen ook niet meer terug. Nou, nou volgens mij hebben we heel veel keus. Het kan wel, ja. Het is heel lastig om een drankspel op de radio te bedenken. Ja, eens. En daarom hebben we straks wel een iets origineler drankspel. Maar nu eerst eventjes straks. Straks, ja zeker. Oh, we hebben er twee. We hebben er twee. Ja, echt waar. We hebben er twee. Heb je bij item 7 nog eentje staan? Want die is nog leeg namelijk. Ja, dat is hem, ja. Godsamme. Ja, dat is hem. Dan ga ik wel op het hele uur even verkotst op de weg. Ik kwam op de fiets. Ik ging op de knieën. Ja, precies. Als je thuis nu meeluistert. Je kwam op de fiets en je ging op je bek. Mag ik? Sorry. Mag nog heel even. Ja. Nou, als je thuis nu ook even wat drank erbij hebt, kun je meedoen. We gaan het quizje even beginnen. Jullie hebben allemaal een drank, hè? Dat klopt, jazeker. Ik heb iets, ik weet niet wat het is, man. Even kijken, eerste vraag is voor Rick. Wat is de beste wiet? White Widow, Larry's OG, Diesel Haze, Chocolate Berry of Pineapple Kush? 15 seconden. Ja, nee, dat weet ik. Doe een gok. Letterlijk. Nou, de enige naam die me iets zegt is White Widow, maar... Ah, dat is niet goed, je moet een slokje nemen. Wat? Het is... Oh, hoorde je dat? Nee. Oh nee, hij gaf een zout effect. Mm. Voor Jill. Wat is de ene hoogste hand in poker? Royal Flush, Three of a Kind, Full House of Straight Flush? Full House. Full House. Weet ik veel. Nee, Royal Flush. Ik drinken. Heb nog nooit gepokerd, joh. Nee, oké. En de derde vraag die is dan voor mijzelf. Hoeveel eieren bestaan er? 71, 52 of 380? Eieren? Of 660? Ik heb geen idee. 380. Nee, ja. Nee, is ook niet goed. 52. Maar zijn nou eieren? Ja, eieren. Eieren van kippen? Ja, dat weet ik niet. En andere... Eierstokken. Wat een vraag, jongen. Eierstokken. gaan we dit doorzetten of gaan we even iets anders doen? Nou, zet nou maar door. Ja, gaan we hem doorzetten? Ja, go hard or go home. Wat betekent het Zuid-Afrikaanse woord naweek voor Rick? Weekend, wasverzachter, kerstweek of modder? Ja, ik gok weekend. Dat is het eerste waar ik een dag voor de opties gaf. Ja, dat is goed. Ja. Oh, wat goed. Moeten wij nou drinken of is het alleen dat Rick eronder uitkomt? Ja, dan moeten jullie drinken. Nee. Hoe noem je een groep kraaien, Jill? Banken, meuten, roedel of moord? Ik hoop die laatste. Je gaat voor moord? Ja. Ja, dat is goed. Klopt dit. Voor mij. Een moordduiver dus. Ja. Of hoe zei je? Nee. Kraaien. Kraaien. Een moord. Jezus. Ik moet anders moet ik zuipen. Hoe heet het hondje van Asterix en Obelix? Nestorix, Idefix, Caesar of Herobix? Ja, maar dit is niet eerlijk, idee. Want jij ziet de antwoorden voor nee, ik zie je. De antwoorden niet. Idefix. Oh. Idefix? Ja. Maar die is voor mij. Hoef ik niet te drinken maar dan, natuurlijk. Nee. Dan heb jij hem automatisch fout, vind ik eigenlijk. Rick. Hoeveel liter kraanwater zit er in een krat Heineken? Dat is een mooie. 7,2 liter, geen water, 5,72 liter of 24 liter? 17 seconden. Hoeveel keer 3 is 24? 8. Jij gaat voor 8? Ja? Dus 7,2 is dan dichtstbij? Ja. Is niet goed, 5,72 was het. Drink much? Maar was dat een serieuze vraag ook? Ja, dat was echt een vraag. Oh. Ik zat gewoon flesjes te tellen. Nou, oké. Okay. Even kijken. Jill, hoe heet het oudste kind van Bob Marley? Damien Marley, Sedella Marley, Stephen Marley of Ziggy Marley? Zijn het überhaupt allemaal zijn kind? Ik denk Ziggy. Je gaat voor Ziggy? Dat is wel een leuke naam, toch? Weet je wat ik me afvraag? Ja! Waar is Skip Marley? Dat weet ik niet. Ik weet niet of dat familie is, maar Skip Marley die zit op die plaat van Katy Perry. Change to the Rhythm. Oh, wie is dat dan? Die is gewoon zijn halfbroer. Wil nooit contact met zijn vader. Lelijke stiefzoon. Nou. Voor mij, uit hoeveel velden bestaat een schaakbord? 36, 64, 49 of 81? Ik weet niet, ik denk 64. Oh, dat is goed. Ja, ik heb pas één slokje. Ik heb dorst, joh. Ja, ik zit ondertussen. Volgens mij zijn wij niet zo heel goed in drankspellen. Hoe heet het stukje waar je voorhuid aan je eikel vast zit? Eikelhuidje, toompje, eikelbrug of rimmer? Toompje. Toompje? Ja. Ja.
Het enige woord dat ik ergens vaak kende. Jill, wat zijn broertjes, wentelteefjes, puddingbroodjes, chocoladebollen of poffertjes? Familie? Maar je zei broertjes, toch? De broedertjes. Oh, broedertjes. Wentelteefjes, denk ik. Weet nee, niet. Poffertjes was het. Drink much? Ja, dat. Even kijken. Zullen we nog even iedereen eentje doen? Heel snel dan, anders is het echt niet op. Dat lukt. Oh ja. Wat is de hoofdstad van Noord-Holland? Van mij, Den Haag, Amsterdam, Den Helder of Haarlem? Haarlem. Maar ja, nee, ik doe Den Helder, kan ik drinken. Ik denk niet dat het zo werkt, Rick. Of noem niet in het Rick, oh my god. Ja, voor jou nog eentje, Rick, en dan kappen we ermee. Wat is een ander woord voor een blauwe plek? Een hematoom, een cercinoom? Melanoom of een afronoom? De laatste twee niet. Nou, kies. Ja, de eerste. Een hematoom. Ja. Is dat niet een fan die naar ja, wel. Hematoom. Doe maar wel. Ja! Ja, ja wat want goed. Hematologie is iets met bloed, toch? Weet ik. Nee, ja, dat is hemoglobine. Nou, whatever. We gaan door. De hema is gewoon een winkel. Zullen we gewoon even lekker een remix erin gooien? Laten we dat doen. Even een beetje dansen. Gaga. 3, 2, 1.